Mijn naam is Glenn Rietveld. Ik ben niet gelovig opgevoed. Sinds 2011 heb ik de keuze gemaakt om Jezus toe te laten in mijn leven en hem te volgen. Op 21/7/2017 heb ik mijn motorongeluk gehad. Een auto van rechts had mij niet gezien en is naar links gegaan. Daarbij bovenop zijn rem en ben ik achterop geklapt met 60 km per uur. Daarbij heb ik bijna benen gebroken en heb voor 3 maanden in een rolstoel gezeten. En in die periode had ik heel veel pijn en ziekenhuisbezoeken. Maar kwam ik toch wel dichter bij God. En ik ervaarde hem heel dichtbij. En mijn relatie met God werd steeds sterker. Ik kreeg ook de mogelijkheid om heel veel te leren in de Bijbel, bijbelstudies te gaan volgen. En toen heb ik opnieuw moeten leren lopen na 3 maanden. En toen, na heel veel gebed van velen, heb ik op Fun Weekend 2017 weer opnieuw kunnen leren lopen. En dat ging echt heel snel. Ja, de Bijbeltekst die mij daar heel erg voor bij heeft geholpen is Psalm 26, vers 2 en 3. En ook het gezegde wat ik sinds 2011 al bij me draag is: het zijn niet je omstandigheden die bepalen hoe je relatie met God is. Maar het is je relatie met God die bepaalt hoe je met je omstandigheden omgaat. Dat is voor mij een hele steun, alles wat God in mijn leven heeft gedaan. En ondanks dat mijn enkel niet meer geneest, weet ik dat God niet kijkt naar mijn beperkingen, maar God kijkt naar mijn hart. En wat ik kan doen voor hem, voor zijn koninkrijk en voor mensen, om mensen te helpen. En de omstandigheden waar we doorheen gaan is om ons te vormen en dat we andere mensen ook weer kunnen helpen. Hij gebruikt goede en slechte dingen in het leven, gebruikt om jou te vormen en verder te komen in het leven. En dat is bij mij zeker wel gebeurd. Ja, ik ben God dankbaar dat ik nog leef, dat ik nog hier ben. En dat hij mij hier heeft gehouden, dat hij mij beschermt. Er zijn mensen met ditzelfde ongeluk, die hebben het niet overleefd. Dus daar ben ik wel heel dankbaar voor.